Dit is het TV Dordrecht nieuws van vrijdag 22 februari. Feest in Dordrecht. En vierdaags cello festival. De man van 27 die was vrijgelaten nadat hij had bekend ontucht te hebben gepleegd met twee meisjes van 7 en 11 in Stadspolders, zit weer vast. Dat meldt RTV Rijnmond. De man werd afgelopen zaterdag gepakt, maar maandag weer vrijgelaten. Het OM was het daar niet mee eens en ging in beroep. Met succes, bleek vanmiddag. Dordrecht gaat jaren van gezelligheid en feest tegemoet. De komende tijd komen er veel belangrijke data uit de geschiedenis voorbij en dat moet gevierd worden. De vereniging Dordrechts Museum kwam met dit initiatief en gaat op 6 maart alle feestelijke ideeën verzamelen. Er zijn 3 mijlpalen. 200 jaar Koninkrijk, dat is volgend jaar, daar gaan we het heel veel over hebben 6 maart. 400 jaar Dordtse synode, of synode, landelijke synode, daar gaan we het iets minder over hebben. En in 2020 heeft Dordrecht 800 jaar stadsrechten. Dat wordt aangetoetst, maar nog niet helemaal uitgewerkt. 3 goede momenten om een feestje te vieren dus. De bedoeling is dat heel Dordrecht eraan meedoet. Op allerlei verschillende manieren. Van concerten, buurtfeesten tot modeshows. En daar zijn dus heel veel Dordtenaren voor nodig. We zijn als vereniging Dordrecht Museum begonnen andere organisaties in de stad bij elkaar te roepen. Van laten we eens kijken of we gebundeld iets kunnen doen. En daar zijn wat ideeën. Heel simpel als ik bij onze vereniging blijf. Wij gaan samen met het amateurorkest van de Dordtse Vil gaan wij in de tuin van het museum een concert geven. De tuin wordt dan aangekleed door afbeeldingen uit 200 jaar Koninkrijk die het Dordtse Da Vinci College op schilder gaat zetten, zodat je in de sfeer daar een activiteit hebt. Naast dit idee staan er nog meer ideeën op het programma, maar er kunnen er nog veel meer bij. Op 6 maart is iedereen welkom om nieuwe ideeën in te brengen en erover te discussiëren. Dit jaar vindt weer het 2-jaarlijkse cellofestival plaats, maar eerst nieuws in het kort. Koffie met, de ontmoetingsplaats voor christenen aan de Grote Kerksbuurt, is dicht. Vanochtend heeft de leiding te horen gekregen dat alle activiteiten gestopt moeten worden. Buurtbewoners hebben geklaagd over luidruchtige jongeren. Arjan Katsburg van Koffie Met zei dinsdag nog in het TV Dordrecht Nieuws dat hij dacht open te kunnen blijven. Koffie Met gaat in beroep tegen de sluiting. Het Groot Leerpark Dicté is donderdagavond gewonnen door Marijke Rovers. Zij had 11 fouten in het dicté met het thema Dordrecht. Bij de scholen won het Da Vinci College. Het dicté vond voor de 5e keer plaats op het Wartburg College. Onder de 75 deelnemers waren ook lokale politici, directie en bestuursleden. Het gemiddelde aantal fouten was 33. De woningbrand aan de Baanhoekweg in Sliedrecht is waarschijnlijk aangestoken. Dat blijkt uit onderzoek in het monumentale pand. Dinsdag woedde er een felle brand in de te koop staande woning en heeft het 3 uur geduurd voordat de brand onder controle was. Er was tijdens de brand niemand in het huis aanwezig. Het RTL-programma Het Zesde Zintuig besteedt aanstaande donderdag aandacht aan het raadsel rond de dood van Edward Maat. De 37-jarige Maat werd in september 2011 doodgevonden in het water aan de Hooikade. In de uitzending wordt er mogelijke dader genoemd. Het Zesde Zintuig wordt donderdag 28 februari om 9:30 uitgezonden op RTL 4. Er zijn minder basisschoolkinderen uit Dordrecht-West met overgewicht. De aanpak van het jeugdgezondheidsprogramma Doe Even Gezond lijkt hiermee te werken. De resultaten uit hun metingen wijzen op een daling van 3,1% tussen 2011 en 2012. Wethouder Rinette Rijnvaan vindt dat er pas na de meting van 2013 harde conclusies getrokken kunnen worden. Op het leerpark wordt een carport met zonnepanelen gebouwd. Dit dient als oplaadpunt voor elektrische auto's. De gemeente wil dat meer Dordtenaren elektrisch gaan rijden. In totaal komen in Dordrecht 7 verschillende oplaadpunten. Liefhebbers van de cello komen dit jaar weer aan hun trekken. Over een tijdje vindt hier in Dordrecht het cellofestival plaats. Een 4-daags festival waar alles draait om de cello. Godelinde Dolaert geeft cello les aan Dagmar en Fiorella. Het duurt nog even voordat het plaatsvindt, maar het cellofestival bestaat dit jaar 25 jaar.
Toch is het pas de 13e editie. Het is namelijk een tweejaarlijks festival. En het is iedere keer weer succesvol en vol. Dus ik denk wel dat het leeft onder heel veel mensen. En ja, er komen ook echt mensen uit heel het land op af. Dus ik denk wel dat het leeft. Het cellofestival vindt plaats van 9 tot en met 12 mei. Het is dus nog even wachten. Bijzonder is dat het dan gehouden kan worden in het verbouwde energiehuis aan de Noordendijk. Het is best wel ruim natuurlijk en het is de popcultuurtempel van Dordrecht. Dus we zijn heel blij dat we daar terecht kunnen. En daarnaast gaan we ook weer concert geven in de Trinitatiskapel en de Augustijnenkerk. Dus het zijn drie locaties waar de concerten plaatsvinden. Er zijn lessen en workshops, ook over de bouw en onderhoud van je instrument. Het festival is in de eerste plaats bedoeld voor wie zelf cello speelt. We delen de mensen in op hun eigen niveau. Dus iedereen die cello speelt of heeft gespeeld, die kan meedoen. Ook al is dat pas sinds kort. Zolang je een cello hebt, kun je eigenlijk meedoen aan het festival. Word je op niveau ingedeeld. En voor de kinderen tot 10 jaar is een speciale kinderdag op 9 mei. Wie geen cello speelt, kan komen kijken en luisteren. Dagelijks zijn er meerdere concerten. We hebben artist in residence, Quirine Viersa. En zij geeft lunchconcerten iedere dag. En zij geeft een concert, een openingsconcert. Dus dat zou ik zeker bezoeken. Gratis is het niet. De bezoeker moet betalen. Voor de deelnemer kost het niets als hij je aanmeldt voor 31 maart. En tot zover het TV Dordrecht nieuws van vrijdag 22 februari. Na uw mening ziet u WDDD-TTT, oftewel Willems dwars door Dordt Tuk Tuk Tour, en de herhaling van deel 1 van de making-of van de stilte van Saar. Zaterdagavond kunt u vanaf 6 uur kijken naar het weekoverzicht en maandagavond om 6 uur is er weer een nieuwe aflevering van het TV Dordrecht Nieuws. Graag tot dan!